بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه والسن بسنته إلى يوم لقائه ثم ما بعد. إخواني وأخواتي، best brothers and sisters, the zomer is aangebroken. Maar best brother, beste zuster, weet dat jij ten alle tijde een dienaar bent van Allah subhanahu wa ta'ala. Weet, beste broeder en zuster, dat hij nog steeds de alwetende is, dat hij nog steeds de alziende is, dat hij nog steeds de alhorende is. En daarom, tijdens de zomer, zijn er zeker meer verleidingen. En daarom moeten wij op onze hoede zijn. En daarom deze zomertijd ook besteden het goede, inshallah ta'ala. Spenderen en het aanbieden van Allah subhanahu wa ta'ala. Ga jij op vakantie, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jouw vakantie doen slagen. En dat jij ook ten alle tijde een dienaar van Allah blijft. Blijf je in Nederland, dan heb ik een verheuging aan jou. Jij, best broeder en zuster. Als je in Nederland verblijft, deze zomer, dan heeft Ifu, alhamdulillah, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, een mooie kans voor jou. Het is voor jou bedoeld. De zomerschool. Binnen 10 dagen, dat jij de Arabische taal kan lezen en schrijven en zelfs ook kan begrijpen. Het begint vanaf 26 juli tot en met 4 augustus. Een totaal 10 dagen. Het is voor zowel beginners bedoeld, gevorderden en vergevorderden. Alhamdulillah, we zien dat er genoeg inschrijvingen zijn. We willen inshallah ta'ala dat jij ook deelneemt aan deze mooie gelegenheid, inshallah, aan deze unieke gelegenheid, zodat jij ook jouw Arabische taal kan beteren. Hier wil ik eigenlijk ook een zaak aankaarten die ook van groot belang is. Het is niet voldoende, beste broeder en zuster, dat jij een beetje Arabisch kan lezen en dat jij een beetje de Koran kan lezen. Wallahi, het is niet voldoende. Allah subhanahu wa ta'ala heeft niet zomaar de Arabische taal gekozen voor de Koran. De Arabische taal gekozen voor de taal van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarmee hij de overleveringen heeft genoemd. Omdat de Arabische taal ook de beste taal is die geschikt is voor de openbaring. En daarom jij, best broeder en zuster, als jij de islam beter wil begrijpen, wallahi, het is onmogelijk om de islam wat beter te kunnen begrijpen alleen door het begrijpen van de Arabische taal. En daarom is het een advies aan mezelf en ook aan jou, best broeder en zuster, om te gaan verdiepen en het vergaren van de Arabische taal. Zowel het lezen, het begrijpen, het spreken, het schrijven, inshallah ta'ala, zodat jij, inshallah, ook de woorden van Allah kan begrijpen. De woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zodat jij ook de interpretaties van deze twee openbaringen kan teruglezen en de boeken van de geleden. Want hoe wil jij, best broeder en zuster, Allah aanbieden op de beste wijze, als jij de Koran niet kan begrijpen, als jij de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet kan begrijpen, als jij de woorden van de geleden niet kan begrijpen, als jij de preken die de geleden geven niet kan begrijpen, als jij de lezingen van de geleden niet kan begrijpen, dan ben je altijd afhankelijk van de vertalingen, zowel in het Nederlands als in andere taal. En daarom, beste broeder en zuster, het is een mooie gelegenheid. Vooral al heb je niveau 1 afgerond. Dan heb je ook niveau 2, niveau 3. En dan is het ook voor jou bedoeld, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, er zijn genoeg moslims die ooit op de moskee hebben gezeten, dat ze een beetje Arabisch hebben gelezen of geleerd dat ze kunnen lezen. Maar nu heb ik het tegen jou, beste broeder en zuster. Jij wil niet alleen maar lezen, maar ook begrijpen. Nou, en daarom zegt Allah zo in de Koran: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Zullen zij niet de Koran overpeinzen? Of zijn hun harten verzegeld? Het overpeinzen van de Koran betekent ook dat je weet wat Allah zegt. Dat jij weet wat Allah subhanahu wa ta'ala van jou verwacht. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. En weet dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden en vragen vervolgens om vergiffenis.
Hierin worden wij aangespoord om kennis te vergaren. En vooral kennis wat nodig is om de islam beter te kunnen begrijpen. En dat is de Arabische taal. En de profeet Sallallahu zegt: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Het vergaren van kennis is een verplichting voor elke moslim. En daarom, beste broeder en zuster, zorg ervoor dat jij je aanmeldt. Dat jij je aanmeldt voor of beginners, gevorderden of vergevorderden, inshallah ta'ala. En op de site kun je ook meer informatie vinden. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضا إنه ولي ذلك والقادر عليه فرخيت نيت dit filmpje te delen met al je vrienden, geliefden, kennissen, alle mensen die je kent, want degene die aanspoort tot het goede is niet als degene die het goede verricht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.